In deze review bespreken we de Smeg KLF 03 Creme Waterkoker. Dit is een luxe retro waterkoker met een heel mooi design en verkrijgbaar in verschillende kleuren. Het is een blikvanger in elke keuken. De Smeg waterkoker is niet alleen mooi, het is ook sneller vergeleken met andere waterkokers. In de verpakking zitten de volgende elementen. De Smeg KLF 03 Creme Retro Waterkoker. Inox draaivoet met snoeropbergruimte. Roestvrijstalen kalkfilter. Gebruikershandleiding. Specificaties. De Smeg waterkoker heeft een inhoud van 1,7 liter. Vermogen 2400 watt. Waterindicator, ja. Verborgen warmteelement, ja. Antikalkfilter, ja. Materiaal inox behuizing met kunststofafwerking. Snoeropbergruimte, ja. Handig deksel van hoge kwaliteit met drukknop. Lekt niet tijdens het uitgieten. Onderaan de draaivoet zit een handige snoeropbergruimte. De uitneembare kalkfilter is van roestvrij staal. Dit is echt uniek in zijn assortiment. Voordelen: zeer hoge kwaliteit inox behuizing. Mooiste waterkoker uit al onze testen. Handig deksel met soft open mechanisme. Lekt niet tijdens het uitschenken. 3D inox letters mooier als voorgaande Smeg waterkokers. 20 seconden sneller als de gemiddelde waterkoker. De minder leuke eigenschappen zijn: waterindicator moeilijk afleesbaar. Buitenkant wordt heet. Prijs. De Smeg 50 Style waterkokers zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. In de eerste test gaan we 2 kopjes 0,5 liter water koken. We meten de exacte tijd en het geluid. Het apparaat heeft in de eerste test een geluid van gemiddeld 79 decibel, wat normaal is en stiller als sommige andere luidruchtige modellen. De Smeg waterkoker doet er 1 minuut en 38 seconden over om 2 kopjes 0,5 liter water te koken. De Smeg waterkoker is ongeveer 20 seconden sneller als de gemiddelde waterkoker. Tijdens het uitgieten lekt het niet. Het handvat en deksel worden niet heet. Let wel op met de inox behuizing, deze wordt wel heet. In de tweede test gaan we de volle kan 1,7 liter water koken. We meten de exacte tijd en het geluid. Het apparaat heeft in de test een geluid van gemiddeld 79 decibel, wat normaal is en stiller als sommige andere luidruchtige modellen. De Smeg waterkoker doet er 4 minuten en 46 seconden over om een volle kan 1,7 liter water te koken. Het is net zoals de eerste test 20 seconden sneller als gelijkaardige waterkokers. De Smeg KLF 03 Creme heeft 7207 gebruikersbeoordelingen en een rating van 4,6 op 5, wat zeer goed is. Het is volgens de consument een van de beste en mooiste waterkokers verkrijgbaar. Onze eindbeoordeling. De Smeg KLF 03 Creme is de mooiste waterkoker die er is. Het is van zeer hoge kwaliteit met zijn inox behuizing. De waterkoker is dag en nacht verschil met alles wat we tot nu toe hebben getest. Handige snoeropbergruimte en verborgen warmte-element. 20 seconden sneller als de gemiddelde waterkoker. Let wel op, de buitenkant is van inox, dus het wordt heet. Dus nogmaals, we kunnen deze topper 100% aanbevelen. De Smeg waterkoker is de high-end winnaar van onze website.